Hoi, ik ben Jeroen van Hoorn. Ik ben 44 jaar en sinds mijn 26e ben ik in bezit van een ICD. Ik hoor jullie al zeggen van een ICD, wat is dat nou? Een ICD is een internal cardioverter defibrillator. Huh? Dat is een soort van AED, alleen hebben die bij je in het lichaam, zoals dit. Dit is overigens mijn eerste. Die zorgt ervoor dat als je een ritmestoornis hebt, dat hij dan je hartritme kan versnellen of zelfs nog kan defibrilleren. Zo'n defibrillatieschok is iets wat je niet echt mee zou willen maken. Als je mij vraagt hoe voelt dat nou, dan zou ik eerder zeggen van alsof je aan de stroom hebt gezeten en een strijker voor je ogen afgaat. Een ICD is een device dus die dus onderhuids aangebracht wordt. En dan ga ik voor de dames graag strippen, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Als je gaat kijken, zie je hier de litteken zitten. En als ik hem verder zou gaan, dan zou je kunnen zien, als ik hem aanspan, dat je hier zit de device zelf. In deze hoek is dit de ondergrens. Als het goed is, zou je het kunnen zien. Die ritssluiting hier maken ze open en plaatsen vervolgens de ICD erin. De technologie van de ICD's die zijn heel erg veranderd. Zoals je ziet is de eerste een vrij grote en de beschadiging die er zit is van het verwijderen van uit het lichaam. En je ziet dat het materiaal ook veranderd is. Deze is wat matter, ziet er wat minder fancy uit als de eerste die meer op een Zippo lijkt. Maar je ziet ook dat de technologie ook steeds kleiner aan het worden is. Als die twee over elkaar heen gaat leggen, zie je ook gewoon dat er een verschil is in grootte. De werking van de ICD is dat je hebt het kastje, je hebt de lead die eruit gaat, die naar je hart toe gaat. En samen vormen ze een vorm van potentiaal. Dat wanneer er ingegrepen moet worden, gepaced, geeft hele korte zachte stroomstootjes. Wanneer er ingegrepen moet worden door middel van een schok, dan zal dit apparaatje een hoge potentie krijgen. Dus een hele hoge lading en de draad die krijgt dan de tegenovergestelde lading. En die twee zullen gewoon een vonk geven. En met die vonk, een soort stroomklap, zal je dus gewoon de defibrillatie plaatsvinden. Oh, oh, het ging sneller dan een heartbeat, beat, sneller dan een heartbeat. De vervanging van een ICD is allemaal gebaseerd op de levensduur van de batterij die intern zit. Het is niet zo dat ik hem open kan schroeven, open kan maken, want het is helemaal dicht. Maar er is iets wat ze uitlezen in de periode dat je terug moet komen. Dat kan voor de een ieder kwartaal zijn, voor de ander één keer per half jaar of daartussenin. Tijdens zo'n uitlezen leggen ze een muis over de plek neer. Dan lezen ze, maken ze verbinding en kunnen ze vervolgens op hun computer kunnen ze uitlezen of er een episode is geweest, zoals dat heet. Dus of die heeft moeten ingrijpen, of er registraties zijn geweest van hoge hartritmes. En of die eventueel een defibrillatieschok gegeven heeft. De vragen die ik destijds had, hoop ik hiermee een klein beetje inzicht hebben gegeven. En dat ik jullie vragen misschien al weggenomen heb. Tuurlijk kan het zijn dat er vragen zijn en blijven. Die kan je cardioloog stellen. Die kan je plaatsen misschien in de hartvolgersite. En desnoods onder het filmpje. En er zal altijd wel iets of iemand zijn die antwoord geeft. Succes en wie weet, tot ziens.